Dus dat is hier jouw favoriete pauwpauwboom? Ja, één van de twee. Ik heb er twee. Dat is deze en deze. Maar die zijn quasi identiek. Ja? Nu, deze pauwpauws zijn eigenlijk zaailingen. Ja. En het is zo dat wanneer ik zaailingen produceer, dus om nadien te enten, zitten er soms zaailingen tussen die echt ontzettend mooi groeien. En die, en dat is al heel speciaal, al in het derde jaar bloeien. Dat is ontzettend vroeg. Ja. Nu, die hou ik opzij en die worden hier in de aanplant uitgezet. En dat is een van die zaailingen, of twee, er zijn er meerdere. En blijkt nu dat die zaailingen gigantisch veel fruit produceren. Uiteraard ook heel lekker. Maar wanneer ik de opbrengst vergelijk van deze met zo goed als alle andere gekende variëteiten, enfin, tenminste hier in mijn aanplant, dan is dat toch eigenlijk wel het dubbele tot zeker het drievoudige. Dus, ja, wow. Je ziet het ook aan de hoeveelheid vruchtjes die erop staan. Ze zijn nog klein, maar ze worden ongeveer 150 stuk, zoiets. 150 gram staan. En hoe heette ze? Deze heet Early Bird. Early Bird, dat is een naam die je zelf hebt gegeven. Omdat dat ook een hele vroege is. Dat is dus een van de vroegst rijpende variëteiten. Deze rijpen eind september. Ja. Want de meeste pauwpauwen rijpen normaal tweede week oktober. Ja. En deze is dus laatste week september. Heb je die naam zelf gegeven? Die naam heb ik zelf gegeven, ja. Yeah, je eigen naam! Precies. Zalig. Die draagt dus ontzettend veel vruchten. Ja.